We staan op de Big Data Expo, waar ik spreek met Erik Fransen, medeoprichter van de Connected Data Group. Erik, jullie staan op de stand met onder andere Datavolt Builder en Single Store. Nou, we focussen in dit gesprek even op Datavolt Builder. Kun je iets vertellen over die propositie? Nou, we zijn een aantal jaar geleden gestart met Datavolt Builder, omdat we zijn al jaren bezig met Datavolt. En veel van onze klanten zien waarde in die oplossing. En we zochten eigenlijk een product, een tool, waarmee we snel en tegen acceptabele kosten Datavolt oplossing konden ontwerpen en implementeren. En dat is de reden dat we vorig jaar zijn gestart, commercieel ook, met Datavolt Builder als tool. Hoe kijk je naar Datavolt in zijn algemeenheid? Hoe relevant is dat? Hoe toekomstbestendig is Datavolt? Nou, wij zijn zelf al sinds 2009 bezig met Datavolt. Omdat wij toen zagen van het is toch heel gaaf als je zo'n data warehouse op een bepaalde gestructureerde methodologische manier kunt ontwerpen. Dat hebben we jaren gedaan, vaak onze eigen tooling daarvoor gebruikt. We zagen toch in de jaren 2000 een enorme ontwikkeling, volwassenheid worden. Steeds meer klanten die ook Datavolt gingen gebruiken. De laatste jaren zie je natuurlijk de opkomst van dingen als data lakehouses en zo, waar dat minder relevant lijkt te worden. Alleen daar zijn wij het niet helemaal mee eens. Dus wij denken nog steeds dat het modelleren van je data, van je entiteiten, die echt van belang zijn voor je organisatie, als je dat op een gestructureerde wijze doet, met een standaard aanpak en daar ook de juiste tooling voor hebt, dat het ook voor oplossingen als data lakehouses absoluut structuur en waarde kunnen leveren. Dus wat ons betreft is het nog steeds relevant en dat zien we eigenlijk ook in de praktijk bij onze klanten. Die zeggen, we willen een data warehouse combineren met data lake, maar dat toch bovenop een gestructureerde toegang creëren. Nou, daar kiezen we nog steeds voor Datavolt. Waarin onderscheidt Datavolt Builder zich? Er zijn natuurlijk meerdere tooling op het gebied van Datavolt modelleren. Waarom de keuze voor die tool? Er zijn inderdaad meerdere partijen in de markt. Wij kwamen Datavolt Builder een aantal jaar geleden tegen. Een relatief kleine club, destijds nog in Zwitserland. Fijne mensen die dat bedrijf hadden opgestart. Veel kennis, veel energie. En wat wij heel sterk vonden is dat zij het concept van Datavolt echt volledig omarmde en het ook op die manier hebben geïmplementeerd. Waardoor je echt voldoet aan de standaarden die we met elkaar hebben afgesproken. Daarbij is het ontwikkelteam razendsnel. Er worden er continu nieuwe ideeën ontwikkeld en zijn we in staat om met de tool behoorlijk lean en mean, dus ook met relatief geringe inspanning, heel snel oplossingen neer te zetten. Waarbij we in staat zijn om eigenlijk met elk type bron te connecteren, Datavolt modellen te ontwerpen en te genereren, maar ook de dimensionele modellen en andersoortige modellen ook met die tool beschikbaar te maken voor je warehouse of je lakehouse. Ja. Nu, je zei het net al even, heel veel ontwikkelingen op data-architectuurgebied, data mesh, data lake, data fabric. Wat is jouw visie, het belang van datamodelleren met al die nieuwe ontwikkelingen? Nou, wat je in de markt ziet is dat het een beetje ondergesneeuwd dreigt te raken. Dat begrijp ik wel, want die nieuwe technologieën, nieuwe ideeën, data fabrics, mesh, etc. Daar zitten allerlei hele goede ideeën achter en nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch, je moet blijven nadenken van hoe kan ik nou data echt terugvinden, hoe kan ik het bruikbaar maken, hoe kan ik data bij elkaar brengen, combineren, etc. En dan is een vorm van datamodelleren toch wel erg prettig, want dan kun je makkelijk communiceren met elkaar. Het kunt het standaardiseren. Dus wij denken dat het nog steeds heel relevant is om ook in die nieuwe architecturen, nieuwe denkbeelden, om daar toch dat datamodel een plek te geven. En eigenlijk zie je dat ook wel in de markt wel langzaam wel ontstaan. Van we hebben al die prachtige technologieën, maar we moeten blijven nadenken over wat is nou de betekenis, wat is nou de samenhang, wat is nou de structuur van data, voordat we dat echt gaan implementeren in de tool. Nou, dankjewel Erik. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor het interview.